Nou, ik ben in een heel klein dorpje in Frankrijk, halverwege Frankrijk ergens. En ik ben al jaren benieuwd naar het graf van een held van mij. Dat is een acteur, Frans-Belgische acteur, jaren 70. Bijna niemand kent hem, hij was hartstikke goed. Hij heette Patrick de Ware. Ik was echt groot fan van hem en volgens mij ligt hij hier ergens begraven. En dat had ik een keer gezien op internet en dat komt namelijk, het was heel dramatisch, in een wanhoopspoging, of een wanhoopsdaad eigenlijk, heeft hij zelfmoord gepleegd in 1982. Hij had toen een vriendin en die ging er vandoor met zijn beste vriend. Zij belde hem op om dat te vertellen en hij had één dochtertje met haar. En ze zei toen van, en je dochter zie je nooit meer. En dat deed hem zo ontzettend veel. Hij had een geweer in huis en heb ik zelf gewoon doodgeschoten. En dat vond ik... Ja, kijk hier, ik zie het al. Dit is een graf. Patrick de Ware. Vlinder voor hem meegenomen, die ga ik nu op zijn graf zetten. Ja, een vlinder voor Patrick, of Patrick zal het wel zijn.